donker is. Of koud. Of allebei. Dan word ik moeilijk wakker. Maar er zijn altijd minstens 21 redenen om mijn bed uit te komen. Bijvoorbeeld deze. Thee in een glas. Buitenlandse kranten met nieuws dat ik niet begrijp. Vers gewassen lakens. Het kanaal. Het geluid van mijn fiets. Lege notitieboekjes. Volle notitieboekjes. Onnozele spookverhalen. Kerstfilms. Te lang douchen. Het geluid van de regen op het platte dak. Vogels. De eerste noten van Rhapsody in Blue. Koffiebonen. Zeggen dat het morgen gaat sneeuwen. Chinees eten van de Yingbin met kalender. In mijn neus peuteren. En ik vergeet de popnummers uit de jaren 80. Oude toegangskaartjes. Rode handen van de kou. Hartslag.